De eerste divisiecompetitie is afgelopen vrijdag van start gegaan. En de eerste wedstrijd ging tussen Brocchi en Inter Mungo Tapu. Uiteraard waren we aanwezig in het Dr. Ingenieur Franklin SS Stadion, waar alle wedstrijden zullen worden afgewerkt. Inter Mungo Tapu speelde in het geel. De aftrap werd gedaan door de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, John Krishnadat. En de ploeg van Brocchi, die was gekleed in rood-wit tenue. Dit is een vrije trap van de ploeg van Inter Mungo Tapu en de bal gaat over het doel van Reinel Godfried, die onder de lat stond bij de ploeg van Brocchi. Nou, Sherwin Doorson die incasseerde het eerste doelpunt in de competitie, gemaakt door Cereso Habu. Habu scoort dus het eerste doelpunt in de competitie en brengt Brocchi op 1-0, krijgt hij de felicitaties van zijn ploeggenoten. Inter zou terugkomen hier via de linkerflank. In het strafschopgebied voorgetrokken door Donne Guifer en hij scoort via de paal. 1-1 is het dan. Godfried is een verslagen man. Donne Guifer brengt ploegen dus op gelijke hoogte. Inter valt nu aan via de rechterflank. Lange bal. En hier wordt Gilberto neergehaald door Reinel Godfried. En de penalty wordt keihard hoog en goed ingeschoten door Joel Baia. En dat betekent dus 1 voor Brocchi en 2 voor de ploeg van Inter Mungo Tapu. Hier weer Inter over de linkerflank, voorgetrokken bal. De verdediging kan niet opruimen, blijft in balbezit van Inter. En een heel mooi doelpunt is dat van Vitorino Pinas. De bal wordt teruggelegd en hij neemt de bal direct op zijn schoen en krult hem over Reinel Godfried. De ruststand 3-1. Dit is de tweede helft. Zeer slecht uitverdedigen van doelman van Inter Mungo Tapu. Maar gelukkig maakt de ploeg van Brocchi geen gebruik van deze situatie. Hier weer een heel goede kans voor Inter Mungo Tapu en een goede save van Godfried. Inter was de betere ploeg, zoals u hier merkt in de tweede helft. Hier weer een prachtige steekpaas. En wat een goal. Hoog in de touwen, geschoten deze bal. 4-1 wordt het dan voor de ploeg van Inter Mungo Tapu, die dus deze wedstrijd, de eerste wedstrijd, wint van Brocchi.